grâce à l'Innovation Bootcamp, on a pu lancer une idée qui était née en 2012. L'idée, c'était de rendre le dernier kilomètre dans les villes plus efficace pour le transporteur et plus propre en plus. L'idée a été présentée au DIRCOM et le DIRCOM nous a directement dit « go ». Grâce à la méthode Lean Startup, on a pu lancer un pilote à Anvers après 9 mois. On a maintenant une équipe hyper motivée à Anvers de 15 personnes et on arrive à faire pour 4 grands clients une distribution d'entre 150 et 200 envois par jour avec une qualité de plus que 99,8%. Et en plus, on fait un gain climatologique de à peu près 200 kg de CO2 par jour. Op het ogenblik dat we in contact gekomen zijn met City Logistics, dachten we, ja, dat is de zoveelste in rij die u een oplossing biedt voor colis te leveren in stadcentra. En voor ons was dat de grote openbaring wanneer we met jullie in gesprek gegaan zijn, om vast te stellen dat jullie niet enkel het colliewerk aanboden, maar het veel, veel breder gezien hebben. Jullie zijn op dat ogenblik het voorstel gaan uitbreiden naar palletzendingen. Lengtezendingen, ADR-goed en dat komt 100% tegemoet aan de noden die wij als algemene groepagist hadden. Wanneer wij naar het kostenplaatje keken, dat wij vaststelden dat wij gemakkelijk 30 tot 35 zendingen via City Logistics konden wegzetten. Je moet daar niet lang voor rekenen, maar 30, 35 zendingen staat u toe om met één volle oplegger naar Antwerpen te gaan, naar jullie depot te gaan, om van daaruit de distributie 100% aan jullie toe te vertrouwen. Een goede samenwerking voor ons is gebaseerd op communicatie. En de communicatie van in den beginnen hadden wij daar een heel goed gevoel mee. Het had vooral denk ik te maken dat jullie op een professionele wijze met ons meedachten en ook nagedacht hadden over jullie concept. Naast communicatie is de kwaliteit van groot belang. Die hebben we van de eerste dag teruggevonden. En dan krijg je als derde het kostenplaatje. En ook daar, doordat jullie aanbod voor ons breed genoeg was, hebben we daar qua productiviteit en efficiëntie ook een slag kunnen slagen. Onze focus bij City Logistics ligt nu op het uitbreiden van onze crossdock-activiteiten in Antwerpen en het rentabiliseren van de site voor de zomer. En daarnaast gaan we ook een tweede hub opstarten in Brussel. De voorbereidingen zijn volop bezig en deze zal ook voor de zomer operationeel zijn. In 2015 zijn we ook van plan om een paar nieuwe diensten op de markt te brengen, zoals onder andere de levering op afroep voor de handelaars, waarbij we stockageruimte van de handelaar overnemen en hij de goederen geleverd krijgt wanneer hij ze nodig heeft. Daarnaast bieden we ook het hands-free shoppen aan voor de consument, waarbij hij zijn aankopen doet in de stad, maar deze geleverd krijgt op een plaats en een moment dat hem het beste uitkomt.